les amateurs de chansons réalistes la plus batte des Java. Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Jules aux gueules d'acier. Et pour vous raconter ça, il fallait une Java. J'en ai fait une pâté, écoutez-la. Mais je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout. Mes couplets ne riment pas bien, mais je m'en fous. Le grand Julon et Nana sur un air de Java. Parce qu'on lui rompt pas le musette sur un air de Javette. Elle lui dit j'ai le béguin sur un air de Java. Il répondit tant mieux sur un air déjà vieux. Ja, avec iedereen natuurlijk ook naar school geweest. En de scholen van mijn her en ben, dat was een Albertschool in het stadgentrum, van de Kapellestraat. En dat was ook Picobello, want dat waren gewoon ongelooflijk. Maar de A en de B en ik zat in de A. En in de Albertscholen, ik word dan een jaar of 7 of 8, begon me dat te sporen van alles. Mijn eigen spoorde mijn katten, dan spoorde mijn zegels, en dan spoorde mijn zandjes van... Van Victor Jacques, de chocola en de dingen dat we toch platten en boeken. Op een gegeven moment moest er uit de sporen in munten. Nee, en dat was nog steekwerk, ik moest er wel in munten sporen. En mijn moot die doorheen, in de klasse doorheen. De had gevonden, nee, wist de zaken zien. En dat was in de Vlaanderstraat. En de nee wist de zaken zien. En daar kost je munten krijgen voor praktisch voor niet. En dat was dus een zo'n agentschap, een wisselagentschap in de Vlaanderenstraat, dat al wel lang nog bestond. En ja, minder nog toe ik eraan neem. En ja, we gaan achter een vreemde munten en we kregen zo'n pad met vreemde munten, van die Italiaanse. Dat is mijn kop niet net. En ja, we krijgen dat over niks, we moesten niet betalen, we kregen niet meer voor frank of zo. En we komen naar buiten en we kiezen op de nek en dan zien dat buiten naar de deur liggen, naar buiten komen. James Ainsworth stond. Met zijn zwarte broer dan naar zijn boord. Hij zegt je van Nieper met zijn klapje. Kwam deze soms tegen op straat of zo. Weet je. Hij nog een vreemde andere meisje. Maar die speciale. En ja, James Ainsworth stond erin. En hij stond hier rechtop, hij stond recht voor. Hij kijkt naar mij zo. En jij zei, mop die gaan mij, kom maar, ça va. Hij wil dat zo op mijn kop. Ik zei tegen hem, ça va très bien, monsieur. Ik was met een Frans spreken, ik sprak met Frans dus tegenover, dat was een Walen, een oude school. En Vlaams tegen mijn moeder, was thuis. En dan kwam ça va, ik zei, wie is dat, très bien, vous parlez bien en français. Ik zei, wie, mon père, si, là, un trapin. En eigenlijk, je wilde daar een eindje verder, door de dingen, met dat winkeltje dan, wilde je dat. Maar kom je er mee met hem zo ver? En hij zei, kom je een keer mee naar boven, français, vous n'y allez, vous montrez mais. Met papier werk ik aan mee. En wie nog binnen in dat winkeltje? Maar je hebt wel niet per naam mee naar binnen in dat winkeltje. Erom. Dat was heel indrukwekkend. Van, dat is een ding dat ik had nog nooit meer vergeten van die mensen. Toen op een zeker ogenblik, ik weet niet of dat het 16 jaar was of het jaar nadien, zat met scholen. En naar bijschool en op een zeker ogenblik de klok luidde nog, want ja, die grote kerken, de dingen, zijn Peter en Pauluskerk en die klok luidde al 100 paar uur. En in één keer hoorde, zegt de meester, aangeven, bada is de beraving van James Ainsworth, de grote kunstschilder van Oostende. Hij moest het dan een verhaal te vertellen over James Ainsworth en in de straat, in de kerkstraat, dus de straat langs de scholen, passeerde het op de stoel. Met James Ainsworth, ik had het dan nog de foto's wel doen. En ze droegen hem dan zo met vier man, hup. En een hele stoeltracht met de parlementsleden, en het volk en dingen, mijn minister, de hele bazaar, James Ainsworth. Met, dus door, hup. En dan weer tot dan vertellen in school. En ik kon er toch wel echt emotioneel en mee verbonden, omdat de mensen ergens ontmoet aan en weet hij was dood. Toen erin, door tek donker. En dan buiten die tunnel kwam toen de schoolmeester de pas aan te wijzen. Links, rechts, links. Ja, we kwamen eruit die tunnel al dat volk zat. Dat was stamvol, al die familie zat. Dat was geen lucht verkocht, maar het was toch voor niks weg. Heel dat volk was dan Bianche kwam hier door vuurlijke nog door dat pad. En toen begon dan die spelen. Die kleine Olympische spelen. Doogspringen, verspringen, lopen, estafetten. We hele nacht te doen, we zijn bezig. En, maar ja, dat was er een ambiance, we hadden er allemaal gedaan aan. De burgemeester,
Nou, wat dat van Klapbeek was. Nou. De dee had dat dan een hele speech. Hè? En proficiat was, we hadden hem gepresteerd enzovoort. En toen hele plassen zei, kijk, en morgen maandag heb je een rommelig dag congé. En mijn roer ook naar het dier, maar meestal al op voorraad. Wat zou voor die was ook al zo. En de kaloot moest die bloem en moest naar school gaan met de maat en is kom doen. We waren in congé. En dat ambiance, ja, dat was ongelooflijk. Ja, en ben dan begonnen, ja, 16, 17 jaar worden en meer. En dan moest er natuurlijk wat soort titel gaan. Ik iedereen. Langestraat, Van Siel, Hunter en Spelma. En op een gegeven moment een hele stemde regelmatig aan de affiche doet van grote verdetten van Amerika die in kom. Dat was allemaal bullshit natuurlijk. En die dag zie om de westen dan van buiten was allemaal bullshit. Ik kon toch niet komen en ja, Siel, Hunter. Maar in elke keer hangt de grote affiche nu het witte paard Bill Haley en is komis. Hij zou wel in Londen gaan optreden, dus dat was slecht verzekerd daar. Ja, mijn droom wilde nog toe, ik was nog met paard, dat kan ik nooit vergeten, dat was op een zondag. En wie er dan ben, ja, heel die dag, heel vet paard, boem, boem. Op tafel zijn stoel met de pint en zo, dat ik me gewend worden, met de dingen. En met een voorprogrammaatje, met de dingen. En een keer, ja, en de ander kwam opzijde. En nu, de ladies and gentlemen, Billy Haley en his comet. Wow. Allemaal van die stoel, die tafel, dat was er echt remote, jong, dat was er echt. Ik geloof dat naast van die stoel kapot worden. Boven op die stoel, boven op die tafel, en Bill Haley en is komt. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Enfin, man en zien, hé. Ja, dat was er. En achterna, ja, pijn dat die boss van het paard dan niet veel aan overgoed. Vandaag was het boeltje op de kloot. Ja, Petit Casino was dan het piskampioenschap van Husten Hoornaert. Die dan dus met een orkest raadde, hele ding, en was ongelooflijk in mijn korst ook. En mijn dan nog toe, en ik me niet schreven, jongen, net meedoen. Met mijn mochtje erbij en nog een paar andere gasten, naar hele bazaar. En we won tot, we won midden tot, de eerste pris. We won een kampioen van de standen van de twist, hè. En een grote verdette met het bandroep, zingen van de standen. En van de ene café naar de andere, wie moet toch gevoerd met hem, met de grote auto. Ik dacht, de grote verdet voor Rijk, en voor Rijk dag natuurlijk. En mij dan ook uitgenodigd, hij niet per moest nog daar zijn. De daar zijn, krijg je gewoon thuis vragen, dat was toch veel haal. En mij er ook uitgenodigd, en die daar zijn, en niet per. En een deel had zijn pint opgeslagen van 5 frank geloof ik. En had erop gezet, kampioen van België. Ik zei, ja, misschien een kampioen van België ook zijn. Ja, dus we gaan dan overschakelen naar de jobs dat ik gedaan heb. Dus dat is niet te geloven, ik heb 27 jobs gedaan en 28 moeilijk. Maar ik heb wel gewoon hard verdiend. En de job dat ik dan gedaan heb, ik heb de markt gedaan ook. De Kroneman, de Harsong, te veel opdoen. Vertegenwoordiger, auto's verkocht, stofzuigers, mixers, demonstrateur. Onvoorstelbaar, dat gaan we allemaal te zien en heel dat programma. Ja, en we moesten natuurlijk zeten gaan genomen in de kelder. He. Die keuken was in de kelder. En dat het dan natuurlijk zwaar weer was, was het dan met die plateaus naar boven aan wiegen en aan doen. Dat gebeurde natuurlijk soms dat die taloren dan de vlam vloog, he, die taloren. Met biefstek en friet, krak, alles tegen dek. Ja, en dat was allemaal genoteerd doen, dat was geen probleem. Die biefstek weer van de grond en die keuken ermee onder het water en weer in die pan om gedrukt, krak, en weer de zalen ermee. En zo ging dat dan in die tijd. Het stormen hadden we natuurlijk ook probleem met vele mensen die begonnen te spuwen en te braken, overal op dak en mee. En iedereen was er aan het braken en toen op zee, men kan ik ook zitten. Dat is heel hoorig. Ik naar beneden op mijn cabine. Daar zat natuurlijk hij van voren op de kop van het schip. Achterdoor had ik dat geweten dat de behoorlijkste plek was. Dit schip gaat dan zo naar beneden. En ik lag er in die cabine, juist neemt zo'n Patrice en dat water klotst dan weer. Ik bijna dood ging. Ja, ik kon niet dood. En ja, maar om het dan aan wal kwam, dat ging dan lekker over. Maar ik ging dan juist naar mijn kop met de vliegstek en mijn kloot. Zo op die kooi weg. Niet te looien.
Dan met die mixte bier een eerste kalant gedemonteerd van een goed preek. Hij komt dat toe, jongen, in die keuken, die margarine erin, die suiker, hup. En dan die stek chocolade allemaal door elkaar, hup, dat spannen. Maar dat was lekker zo niet goed door te draaien. Pak ik een spalule, geen er een draaien. Like, heel die muur vuil met chocolade. Die mensen hadden allemaal juist niet papieren plak. Vlogen met mijn klootbuks met niks erin. Ik zei, ik verkoop nooit niks mee. Ik kan toch met een kraanmaat spelen om nog te reageren. Ik zei, dat gaat ook weg. Op een werf. En dat was het werk waar ze het vliegplink zetten. Vroegen ze een kronenman. Ik kan een oogkronenman wisten. Ik doe nog toe. En die chef zei, hey, ik zei, geen probleem. Ik zei, kom mee om naar boven. Ik ga dat hier een keer een paar dingen toe. Ik zei, ik zie mee. Ik op die kronen naar boven. Ze zei, ja, waar is hij? Ik zat nog op, dan weet niet meer hoe. Verschrikkelijk op van die wielen. Wat prellies zwetten. Ja, en toen met die kroon natuurlijk, de truc was, je moest het middelpunt zoeken, dat het een neef, dat geen dat je optrok, dat het een neef weg blijft. He. Maar in het begin was niet te doen. En de ijzerbinden, dat waren van die hele lange dingen, als ijzerbinden voor een beton. Ding. En ze zaten dat onder op tang, en dan vloog een hunter, en dan vloog een dood, en ze liepen ze in de mee naar hut, en liepen ze mee naar dat, en van de kloop, maar ik zei, doe het samen! Dat was een hele truc voor dat weer een sterren te krijgen, jongen. Ik kan op een zeep maken, maar ik toen op de betonmuur. Ik moest er dan de hele silo erom zetten voor die beton op te vangen. Die naak ervan, ik draai mijn kraan, die naak slinger, boep, hang dan die betonmuur, heel die betonmuur nog maar. Zei, nu leg ik buk, nee. Ja, het tweede gedeelte is iets ongelooflijk. Dat was de café, hotel, restaurant, de Drie Sleutels, dat ik open kon nemen. Op de hoek van de Jozef Tweestraat en de Christinestraat. En hetgeen die daar gebeurd is, en de Fawlty Towers en de Herieten. Covanas, koffiebranderij, dat ik overgenomen dan in de Saint-Belsonotron. Brandde mijn specialiteit, een fantastische koffie dan daarna. En toen verstaanbaar was, dat er natuurlijk ook nog een trouw zien.